Hey Onno, mag je al uit je kamer komen? Wat? Mag je al uit je kamer komen? Ja, ik moet vanavond nog zitten. Van wie dan? Ja, van het RIVM. Wat? Van het RIVM. Oh. Dat is flauw. Ja. Oké, dag Onno. Yo mensen, en welkom bij deze nieuwe aflevering van In de Vlogs. Deze week hè, is de eerste officiële aflevering van seizoen 4. Dus, hè... Ik dacht, laten we seizoen 4 goed af gaan trappen, weet je wel. We gaan echt goed een mooi begin aan seizoen 4 doen, weet je wel. Echt een goede, nieuwe, spannende aflevering. Alleen dat ging toen niet door. Want toen bleek op afgelopen zondag dat Onno Vlogs corona had. En ik was in contact gekomen met Onno Vlogs. Dus toen moest ik een week in quarantaine. Jee. In ieder geval, dat was super kut. Voornamelijk voor Onno zelf, trouwens. Hè. Voornamelijk voor Onno zelf. Niet eens echt voor mij. Wel een beetje voor mij nog steeds. Maar voornamelijk voor Onno zelf. Hij zit hier aan de andere kant van de muur, weet je wel. Nou, aan die kant, daar zit Onno Vlogs. Achter de muur. Hij kan dit waarschijnlijk soort van horen. Dus roep allemaal even dag Onno Vlogs. In ieder geval, ik moest toch wel een video maken, weet je wel. Want we gaan niet seizoen 4 beginnen met een fucking pauze. Dus... Ik had een paar weken terug al bij de HEMA deze echte Lowlander Tampoes Ale gekocht, weet je wel. En oké, jongens, hier moeten we eventjes een alcoholwaarschuwing overheen zetten. Hier zit wel 5% alcohol. In ieder geval, dit is Tampoes Ale. Dat klinkt net zo fucking goed als dat het waarschijnlijk gaat zijn. Dus ik dacht, nou ja, goed. Daar heb ik toevallig 2 blikjes van. En die Onno die zit zich toch alleen maar dood te vervelen. Dus, toen ging ik aan de slag. In mijn software, mijn belangrijke software. En toen heb ik een mooi plaatje gecreëerd, weet je wel. En dat plaatje heb ik toen op een tompoes laten printen. Die ik vandaag gehaald heb. Ik heb het even afgedekt. Laat het goed gaan. Ja, het gaat wel goed. Hier. Zien jullie wel? We gaan even fluisteren. Hier staat Free Onno. Laat Onno vrij. Dat ben ik daar. Dat ben ik. En dat is Onno. Wolf is Onno. Weet je wel. Oké, nu gaan we weer dicht doen. Maar ja, dat heb ik dus gecreëerd. En dat gaan we nu voor onder de deur zetten. En daar ga ik hem dadelijk even video bellen. En daar ga ik zorgen dat hij zijn eigen reactie op moet nemen. En dan gaan we eventjes lekker gezamenlijk met Onno Lowlander Tampoes Ale drinken. Terwijl hij een lekkere tampoes mag eten. Let's go. Oké, jongens. Hier gaan we dan. Kijk, hier is de deur van Onno. Net zoals dat straks. En dan zet ik hier zijn spullen zo neer. Ja, zo staan zijn spullen. Noem maar. Hey Onno! Ja. Ik heb een cadeautje voor je bij de deur achtergelaten. Ja, dus omdat je misschien wel honger had en dorst, weet je wel. Speciaal voor jou gemaakt. Voel je je een beetje ziek, Onno? Ja, mooi. Nou, oké, Onno. Eet smakelijk, hè? Ja, die corona die zit er echt in hoor. Nou, eet smakelijk hè. Ja, dankjewel. Nou, dan ben ik benieuwd wat hij er voor meneer heeft gezet. Oké, jongens. We zijn er weer. Ik zit nu in een videogesprekje met Onno Vlogs. Kijken wat dit voor lekkers is. Ik zit nu in een videogesprek met Onno Vlogs. Dus dat is wel spannend op zich. Hier, ik heb ook mijn eigen Lowlander Ale erbij. Hier. Oké. Nou Onno, wat denk je ervan? Staat je camera? Huh? Staat je camera? Ja, zeker. Mooi. Voorzichtig openen, hè? Ha ha ha.
Ja, die... Ja, mooi. Ja, Onno, wat zie je? Ik zie Free Onno. Laat Onno vrij. Ja. Hè? Van, hoe heet die, Wally? Wat? Okay, hoe heet dat ding? Ik hoop dat je het een mooie tompoes vindt, Onno. Ja, zeker. Speciaal voor jou gemaakt. Er zit heel wat uurtjes Photoshop in. Dus, ja. En dan zie je mij daar zo onder staan met een mondmaskertje op, hè. Terwijl ik jou zo in je maag stoot, in je walvismaag. Ja. Ja, ik zal je een HD-versie van de poster sturen, hoor. Die heb ik gelegd. Graag. Ja. Nou ja. Ja. En je hebt je tompoes ale ook erbij gepakt, Onno? Zeker. Mooi. Mooi, mooi. Dan mag je die openen, denk ik. Ja, die eerst? Ja, ja. Open hem maar. Open hem maar. Moet je horen. Oeh. Ah, lekker. Lekker geluidje. Oké, Onno. En dan mag je proost, hè? Proost. Proost, Ine. En ja. Laten we maar een slokje op nemen. Gezondheid dan maar, hè? Ja, wat vind je ervan? Het smaakt verrassend weinig naar tompoes. Het smaakt heel weinig naar poes. Nou, interessant. Interessante smaak, ja? Toch? Mooi. Zeker, ja. Neem er nog maar een hapje tompoes bij, want dat kan jij. Ik heb hier zelf geen tompoes boven staan. Jij bent de enige met een tompoes van ons tweeën, ja. Nou, dan ga ik die ook weer proeven. Ja, speciaal voor jou gemaakt, man. Die HEMA-medewerkster die wilde eigenlijk die tompoes gewoon zelf houden, volgens mij. Want die er gewoon zo fucking goed uitzag. Maar ja, ik zei ze van nee. Dat is voor Onno. Dat is voor Onno van Onno Vlogs. Want hij heeft corona. Als jij ook een tompoes wil, dan moet je zelf maar corona krijgen. Moet ik corona krijgen, dan kom ik weer bij alles. Ja. Ja, ja. Ah, het is aan het regenen. Ik vind het wel fijn dat wij hier binnen zitten, tompoes ale te drinken. Ja? Mm. En hoe was je ziekte, Onno? Ja, bitter. Ja? Aanradertje? Ja. Stel je wil gewoon een hele week alleen maar op je bed kunnen zitten. Moet je het doen. Ja, daar hou ik op zich wel van. Alleen... Snap ik, ja. Ja, dat is niet hele goede videocontent op zich, als ik dat zou doen. Dus ik weet niet, man. Mm-hmm. Ik weet niet. Maar ja, maar dan moet je het gewoon... Weet je wel, Mr. Beast die... gaat soms ook gewoon zo'n 24 uur, 50 uur, 100 uur ergens opgesloten zitten, weet je. Dat kun jij ook doen. Ja, dat is een goeie. Volgende week. Dat is een goeie, dat is een goeie. Alleen hij zit opgesloten op interessante locaties. Jij zit opgesloten op je kamer. Dat is hier best interessant, hoor. Nou. Dat is hier best interessant. Als jij het zegt, Onno, als jij het zegt, ik geloof je. Dus wat is je recensie van deze Lowlander Ale? Nou ja. Je proeft op zich wel, hè, dat die brewed is met vanilla en raspberry. Dat proef je zeker. Ze zeggen het. Als je hem goed door je mond laat gaan, dan komt die layered sweetness. En weet je wel, dan daarna die fruity afdronk. Ah, ja. Die fruity afdronk, ja. Proef ik wel duidelijk. Ja. Ja, lekker, man. Je hebt een week lang in quarantaine gezeten, hè. En daarom dacht ik ook, ja... Free Onno. Laat Onno vrij. Hè? Op de dag af vandaag. Hè? Ja, een hele week lang, man. Hoe doet hij het? Nou, ik heb het moeilijk gehad, hoor. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Ja. Ik heb inderdaad van bronnen gehoord dat het best wel een pittige week voor je was. Hè? Best wel weinig tosti's gegeten verder. Ja, goed ziek geweest. Ja. Constant gehoest, weet je wel. Constant gehoest. Toen waren de bananen op een dag op, hoorde ik ook, weet je wel. Echt gewoon tegenslag na tegenslag, eigenlijk. Ja, waar moet ik dan nog mijn vitamines vandaan halen? Ja, nergens door. Ik ben al zo ziek, maar dan kan ik ook niet gaan opbouwen als er geen fruit in huid is. Nee, precies. Nee. Nee, dus ik begrijp jouw struggle, Onno. Ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik voel jou, hè. Ik voel jou. Maar je bof dat je het niet hebt gehad. Ik bof dat ik het niet heb gehad. Dat klopt. Dat klopt. Ik heb trouwens al een alcoholwaarschuwing gegeven voor deze video. Mooi. Ja. Ja, ik word 18 plus content, hè, is dit? Dit is weer die 18 plus content, ja. Het is zeldzaam op mijn kanaal. Meestal ben ik heel kindvriendelijk, maar...
af en toe dan wil ik nog wel zo verbazen, hè. Dat ik wel zo'n 18 plus videootje er doorheen gooi, weet je wel. Gewoon eventjes om, om die ouders in paniek te brengen, hè. Van de kindjes die mijn kanaal kijken, ja. Goed, ja. Ja, ja. Ga eventjes, die ouders een beetje scherp houden, weet je wel. Zo van, pas op wat je kind op YouTube kijkt, hè. Zeker, het zou zomaar kunnen zijn dat ze 18 plus content aan het kijken zijn, ja. Onno, geef jij eens eventjes een lekker cijfer voor deze Tompoes Ale. Voor de Tompoes Ale? Ja. Ja. Oké, okay, ik geef deze Tompoes Ale 4 van de 6 blikjes Tompoes Ale. 4 van de 6 blikjes, netjes. En wat geef je Tompoes? Nou, de Tompoes is een dikke 10 van de 8. Oké. Nou, ja. Ik zat bijna te denken, what the fuck? 125%. 125%, dat vind ik heel mooi, man. Dat vind ik heel mooi. Ja, dat is het ook. Het is ook heel mooi. 125%, dat is gewoon meer procent dan er procent alcohol in die Tompoes Ale zit. Nou, God. Hou jij het voor mogelijk? Shit, man. Dat is wel veel. Dat is wel echt veel. Netjes. Maar dat heb je ook wel... hard voor gewerkt, hè? Heb ik hard voor gewerkt. Zeker. Maar, Onno, de enige hier die echt hard heeft gewerkt, ben jij niet. Want je hebt de hele week in je bed gezeten. Nou, Onno, wil jij een middelvingertje opsteken? Terwijl jij lekker van die Tompoes geniet? Ja. Please subscribe. Please subscribe. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer. Laters. Laters.